show. Ja. Zo gaat dat nou eenmaal, aan alles komt er einde. En dan, ja, we spelen nog door, zoals ik al zei, tot kerstavond met deze show. En dan hebben we ook een beetje vakantie. Dus dan gaan we wel een beetje vakantie vieren. En we gaan ons tijdens die vakantie ook klaarstomen voor onze nieuwe theatertour. Want wij beginnen eigenlijk in februari alweer met een nieuwe theatertour. En die theatertour die gaat heten Heroes of Music. Wij hebben 2 jaar geleden hebben we een U2 tribute tour gedaan. En dat vonden we leuk. Zijn er mensen die dat gezien hebben trouwens? Yeah. Ja, en het publiek vond het leuk. En, dus wij dachten, ja, zoiets willen we nog wel een keer doen. Dus wat we nu gaan doen met Heroes of Music. We eren dan niet één band, maar we eren eigenlijk zoveel mogelijk bands en muzikanten en zangers. Die we kunnen doen in één avond. Allemaal bands en artiesten die de wereld en de cultuur en de muziekwereld en ook ons beïnvloed hebben. En dus het wordt een hele avond vol met gigantische hits. En ook verhalen over die artiesten en ook anekdotes. Dingen die we zelf hebben meegemaakt wellicht. Jan de Witte bijvoorbeeld, die heeft een keer zijn grote idool Eddie Vedder, de zanger van Pearl Jam, ontmoet. En ook echt een uur met hem in een kleedkamer zitten praten. Daar ga ik nu niks over vertellen, helaas. Nee, dan moeten de mensen naar Heroes of Music komen. Zijn er nu toe komen. Ja. Veel van die artiesten zijn ook ondertussen overleden, dus daar kunnen we veel over vertellen. Onlangs bijvoorbeeld Aretha Franklin, maar ook de geweldige Charles Aznavour is afgelopen jaar overleden. En ja, dan denk ik toch bij mezelf van, gelukkig hebben we die nog een keertje live kunnen zien. En dat was 3 jaar geleden. Waren wij in Brussel voor promotieactiviteiten bij de radio. En wij kwamen erachter dat diezelfde avond Charles Aznavour zou optreden in Brussel in een gigantische sporthal. Dus wij dachten, ja, daar moeten we bij zijn. Al was de sfeer er niet naar die dag in Brussel, want het was eigenlijk, ja, de sfeer in Brussel was vreselijk grimmig. Want er waren net aanslagen geweest, terroristische aanslagen in Brussel. En het leger was in de hoogste staat van paraatheid. Dus je zag echt overal in Brussel soldaten over straat lopen met mitrailleurs. Nou, en het was koud en guur en het was gewoon, ja, de sfeer was gewoon verschrikkelijk. Maar ik wilde zo graag Charles Aznavour zien. Het duurde ook een uur voordat wij, anderhalf uur voordat we in die sporthal waren. Maar ik wilde dat zien. En Jaap die kon mijn enthousiasme ook delen, dus die wilde ook mee. En Jan de Witte die zat ook in die auto. Anders moest ik met de trein terug. Ja, dus nou, eenmaal in die zaal, we zaten op een rijtje en ja, het concert helaas, Charles Aznavour was in die tijd een beetje, was toen al 92, een beetje aan het sukkelen met zijn gezondheid. Het was niet zijn beste avond, helaas. Geen waardeoordeel, maar dat was gewoon een feit. En als het dan niet aan meneer Aznavour lag, lag het wel aan zijn band. Die, ja, die waren echt gewoon ontzettend. Het was net of zij 92 waren. Ja. Ja, het was gewoon niet inspirerend. Maar in ieder geval, gelukkig hadden wij zaten met z'n viertjes met onze iemand van de platenmaatschappij op een rijtje. En rechts naast Jan de Witte, daar zat gelukkig de grootste Charles Aznavour fan van het westelijk halfrond. Ik denk niet helemaal 100% bij zijn verstand, maar hij ging vol gas hiervoor. En zeg maar, wat Charles Aznavour zelf net even onder de toon zat, dat zat hij er net boven. En dan kom je uiteindelijk weer in het midden uit. Dus dat is goed. Alleen hielp het niet, want ja, Jan de Witte die was daar niet mee geholpen. Dus ik zeg op een gegeven moment een beetje op de sfeer, een beetje op de beurt. Ik zeg, Jan, toch leuk dat zijn grootste fan naast jou zit. Waarop Jan onmiddellijk zei, ja, ook tof dat zijn minst grootste fan naast jou zit. Dat was Jan zelf. 2 liedjes later is Jan, ondanks het geluid aan de rechterzijde, in slaap gevallen. En na hem wakker te hebben gemaakt en hij weer in slaap dreigt te vallen, heeft Jan de zaal verlaten om een biertje te gaan kopen. Bij liedje 5. Klopt als een bus. Zaten we bij liedje 5, toch? Liedje 5 moet dat geweest zijn, ja. Ja, ik kende daarbovenop ook nog eens de muziek van Charles Aznavour niet. Nooit gedraaid, dus ja. Al die dingen bij elkaar maakte dat voor mij een hele saaie avond. Dus ik dacht, ik ga lekker naar de bar, daar is het nu lekker rustig. En ik haal een biertje. Maar mijn toenmalige vriendin, die maakte zich ernstige zorgen. Ook om die terreurdreiging. Dus die had mij een paar berichtjes gestuurd over ja, hoe gaat het daar en gaat het allemaal wel goed. Maar ik was die terreurdreiging al lang kwijt. Misschien,
al lang vergeten bedoel ik dan. Misschien had dat iets te maken met die twee tukkies, zeg maar, ook daarvoor. En dat biertje. Dus ik stuur het terug. Ja joh, ik ben de zaal uitgevlucht. Om vervolgens mijn telefoon op vliegtuigstand te zetten en weer de zaal in te gaan. Maar ik doelde natuurlijk op, op het saaie concert. Je kunt je wel voorstellen hoeveel gemiste oproepen ik had aan het einde van de avond. Dus ik had niet alleen een verschrikkelijke concertervaring. Ik had ook nog eens een hele boze vriendin toen ik thuis kwam. Niet veel later was daarna ook mijn verkering uitgegaan. Ik wil Charles Aznavour postuum daar eigenlijk nog even voor bedanken. Desalniettemin heeft hij wel hele mooie romantische liedjes gemaakt. Die voor mij niet zo van toepassing waren. Maar voor jullie misschien wel. She. She may be the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. My taste of pleasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings. Maybe the chill that autumn brings. Maybe a hundred different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast. Maybe the famine or the feast. May turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams. A smile reflected in the stream. She may not be what she may seem inside her shell. The reason of